Maar ik kreeg een hele leuke goodie van MSI. Hebben jullie gezien? Dit is van MSI. Dit is een nieuwjaarsgeschenk. Oké, buk ze even, breng hem in. Welkom terug bij de Hot Coffee Show. Alweer de tweede van 2016. En ja, dat gaan we het hele jaar lang doen. Zeggen hoeveelste het is van het jaar. Welkom. Ja? Ja. Nee. Was het niet vorige keer oudjaarsdag? Oh ja, shit. Volgens mij wel. Ja, het was precies. Welkom bij de eerste Hot Coffee Show van 2016. Ja. Hey. En we hebben ons weekprogramma er is op nageslagen aan het begin van het jaar. Dacht, wat moet eruit, wat moet erin? Eigenlijk hadden we zoiets van, het is allemaal goed zo. Eigenlijk alles laten hoe het was. Don't change a losing concept. Er komen wel wat nieuwe dingen bij, maar niet zozeer op videocontent. Dan laten we het voorlopig even zo. We hopen dat jullie dat goed vinden. Tenzij je geniale plannen hebt. In februari komt het nu. Er zijn sowieso wat nieuwe dingen. Met Marcel, dat ene, dat komt eraan. Oh, okay. Oh ja, tuurlijk ja. En Poster Zondag is er al. En Poster Zondag is er natuurlijk. Poster Zondag. En de Gamers Store is onderweg. Ja. Kijk, we hebben hier het eerste Gamersnet product dat we gaan maken. En dat kunnen Tom is een en iPhone. Is een iPhone. Nee. De Gamersnet phone. Ja. Maar alleen met maar de eigen iOS ook. Ja, waar alleen maar de eigen Gamersnet app op kan. Ja. En wij kijken er nu naar. En jullie niet. Ik dacht, dat doen we dan in beeld plaatsen. Nee, het is gewoon een teaser van. Het is wel gemeen. Ja, kijk, dat kan. Nou, bij deze. Een nieuwe week, een nieuwe stelling. De Hot Coffee Show in het kort. Als je voor het eerst kijkt, leuk dat je er bent. Wij behandelen iedere week jullie stellingen. We kiezen er gewoon één uit de reacties op gamers.nl. Het kan ook een onderwerp of een vraag zijn, maar meestal het leukste is een stelling, want dan zegt hij ja en zeg ik nee en dan gaan we backvechten, jongen, dat wil je niet weten. Ja, en dat is best wel eens gevaarlijk. Best gevaarlijk. Ja. Hete koffie, twee mannen in een verhitte discussie. Ja. Het zou zomaar derde graads brandwonden kunnen worden hier. Wil jij hem pakken? Nee, doe jij hem maar pakken. Ik pak hem eruit. De stelling is deze week van, zo, die enveloppen, die moeten we echt eens een keer gaan vervangen. Die zijn van aflevering 1 en ik vind het goed. Ja, nee, oké, maar die poepvlek daar, ja, dat hoort bij oude dingen. We stoppen hem wel in de was. Je weet dat het een bejaard in het land is. We komen poep op zich. Dat is gewoon als iets oud wordt. Ja, het is niet erg. Oh my god. Dat is ook gewoon. Maar dat maakt ze niet meer. Mijn oma is gisteren overleden in het bejaardentehuis. Maar oké. Dat zetten we maar even. Ik zet me er wel even overheen. Dan kan ik niks meer zeggen. Ja, nee. Ja, sorry. Eruit geluld. Oké, de stelling. Piep. Piep. Oké, ja. Ja, go. Ja, oké. Piep. Oké. Maar ik kreeg een hele leuke goodie van MSI. Hebben jullie gezien? Dit is van MSI. Dit is een nieuwjaarsgeschenk. Oké, buk ze even. Breng hem in. Oh nee, dit is rode wijn. Ja. Dat is toch vet? Het zit in een soort mana-poosje van. Oh, en dan kan je weer verder. Ja. Ook leuk dat jij altijd. Je krijgt een format als de vlogs, waarin je al dit soort dingen mag vertellen. Maar nee, je kiest ervoor om ons meest inhoudelijke programma te doorboren met jouw nikszeggende opmerkingen tussendoor. Dan vlog ik toch gewoon even. Dan doen we gewoon gelijk de vlog starten. Jongens, welkom bij de Tom Peter Hot Coffee Show. Wij kregen een leuk cadeautje, kijk dan, van MSI. Vind je die mooi? Ik vind hem super mooi. Ja. Echt, wauw. Gaan we nu weer terug naar de Hot Coffee Show. Wat meta dit ook weer. Super meta. Hey, sorry, de stelling. Ja, sorry. Oké, ik dwaal af. Ja. Ik pak de stelling weer terug van de grond, want daar heb ik hem in mijn tirannie neergemieterd. Zo, 4 minuten in de Hot Coffee Show. Welkom. Trophy slash... Je kan niet tot de point komen, hè? Ik heb zo'n gevoel dat ook in 2016 de Hot Coffee Show snel geschrapt wordt. Trophy slash Achievement Hunters waarderen in-game niet zoals de ontwikkelaar het bedoeld heeft. En deze stelling van Rolf31 of 31 op gamersnet.nl. Peet. Ik heb de nickname niet klopt. Weet je zeker dat van Rolf 31? Want het was een nieuwe bezoeker namelijk. Misschien was hij toen nieuw, want het was namelijk van 25 oktober of zo, weet ik veel. Misschien hebben we iemand anders fout gecredit, maar Maar niet. Pak anders iets erbij wat je vandaag in de post hebt gekregen. Nee. Ja. Wat een kutshow! Oh my god. Ik werk hiermee. Die jongen. Echt joh.
Weet je hem nog? Hartstikke goede stelling, hé. Hey, we kregen trouwens laatst iets leuks in de post van Activision, jongen. Dat wil je niet weten. Wacht, ik pak het er even bij. Serieus? De Skylanders ding. Ja, hartstikke leuk. Dat is belachelijk. Echt fucking... Nou ja. Gaan we over vloggen. Maar kijk, vlog 26. Dat is echt hilarisch. Trophies Achievement Hunters waarderen de game niet zoals de ontwikkelaar het bedoeld heeft. Hartstikke goede stelling, Rolf. Of hoe je ook heet. Ik denk dat er echt iemand anders is. Ja, we kunnen het opzoeken. Maar in ieder geval, Rolf, bedankt voor je stelling die je wel of niet hebt ingeleverd. Nou, wat vind jij ervan? Vind je dat de achievement en de trophies die pesten de gameervaring? Nou ja, op zich enerzijds. Kijk, het is natuurlijk, de ontwikkelaars mogen vaak zelf zeggen welke achievements en trophies ze in de game implementeren. Dus het is ook een kwestie van, als zij precies willen dat jij een game zo meemaakt als zij willen dat je hem meemaakt, dan kunnen ze natuurlijk die trophies en achievements daarna gaan schapen, denk ik dan. Maar ja, ik weet niet, het is... Ik heb een tijdje achievements gehunt en je speelt een game wel veel minder aandachtig. Je let wat minder op het verhaal, je bent meer zo van, oh ja, ik moet in dit level nog 3 keer een rondje rondom de eindbaas rennen en dan twee keer in zijn hol steken. En weet je, dat is... Je gaat iets heel anders doen dan gewoon de game spelen. Dat ik vind het al kut bij Assassin's Creed. En het zijn niet echt achievements, het zijn de 100% sinks. Oh ja, tuurlijk. Ik vind dat zo'n slechte optie. Want dan ben ik gewoon lekker aan bezig in het verhaal. Het gaat hartstikke goed. Vervolgens heb je die missie uitgespeeld. En dan staat er een dik kruis bij. You didn't do it in 5 minutes. Denk, ja, doe het voor het eerst. Oh ja, tuurlijk. Nou, alsjeblieft, je bakkes. Ja. Ik ben al blij dat ik er voorbij ben. Nee, maar dat is juist hoe ze het bedoeld hebben. Dat je het nog een keer gaat spelen. Dat snap ik. Maar dan ben ik hartstikke druk bezig met die eindbaas. Ja. En dan word ik bestraft met een 90% sink. Ja, oké. Okay. Dat is wel heel leem. Super leem. Of, die vind ik nog stommer. Je hebt niet een bepaalde hamer die in een bepaald winkel, als je in een bepaald level bent, die hamer heb je niet gebruikt. Ja. Ja, hallo. Dat maakt zelf wel uit, hè? Ja, het ligt er ook een beetje aan hoe de ontwikkelaar dat soort dingen erin zet. Want ik vind heel vaak de achievements of de trophies of dat soort dingen, weet je, als sinks en collectibles, vind ik helemaal niet zo heel irritant erbij. Want ik bedoel, Fallout 4 heb ik gewoon ik wou alle achievements halen. Ik heb ze nog steeds niet trouwens. Maar help me, echt serieus, help. Ik heb hulp nodig. Kan je hem uitspeeld? Ja, ik heb wel keihard genoten van die game, terwijl ik ondertussen een beetje achter die dingen aanging. En je hebt ook genoeg van de games waarbij de ontwikkelaar specifiek ervoor heeft gekozen om niet te obvious of te lame-ass achievements erin te gooien. Ja, maar die lame-ass achievements zijn natuurlijk meestal bij hele korte games. Ja, zodat want je ze dan zijn nog het van die game-verlengende achievements waar je strontziek van wordt en die eigenlijk niemand leuk vindt. Zoek alle 331 vlaggetjes, weet je wel. Ik wil genieten van een game. Niet mezelf tot in de oneindigheid gaan vervelen, omdat ik dat nummertje wil hebben op mijn account. Ja, nou ja, eens. Ja, ik heb het wel een tijdje gehad. En het is ook leuk als je er echt voor gaat. Maar ja, weet je, dus Rolf, tenminste denk dat Rolf is, hij heeft wel gelijk. Je beleeft vaak de game niet zoals de ontwikkelaars hem bedoeld hebben. Het is meer gewoon, ga hem nog eens een keer spelen, want we willen gewoon dat je niet ontevreden bent. En dat had de ontwikkelaar nooit bedoeld, want die wilde gewoon dat je de volgende game weer kocht. Ja. Nadat je er 8 uur had uitgespeeld. Of alle DLC en microtransacties. Ja, precies. Nee, ik vind... Maar dat is eigenlijk een beetje een vraag naar jullie kijkers. Is er nog iemand, want jullie zijn gamersnetters, dus jullie zijn de voorhoede van de gaming. De jullie zijn de fanatiekste gamers van Nederland. De frontier. Ja, jullie zijn niet casual Paralympic lezen, jullie lezen gamersnet, de echte. En dat betekent, vraag ik me af, zijn jullie nog wel achievements aan het hunten? Dat is toch eigenlijk al klaar? Ik weet dat er een paar mensen zijn op de site die nog steeds echt heel actief achievements hunten, maar dat is... Ik denk toch wel steeds minder. De gimmick is er misschien een beetje vanaf. Toen dat in 2006, 2007 net nieuw was, was het wow, achievements. Daardoor ga je het spel heel veel meer en anders spelen. Maar inmiddels is het een beetje uitgekoud en je ziet heel vaak dezelfde achievements. Weet je wel, krijg alle collectibles, doe alle missies, die maximale sinks en zo, weet je wel. Dat is een beetje kom eens met iets nieuws, ontwikkelaars. Ja, ik vind het, en laat het optioneel. Tenminste, Assassin's Creed is ook optioneel, maar het doet me toch pijn als ik na gewoon de eerste playthrough overal 90% zie. Je hoeft het niet zo in your face about it te doen. Zo van, gefeliciteerd, je hebt het spel voltooid, maar je was wel een dikke sucker. Weet je wel, is er van, nee. Gewoon... Dit is niet zoals alle andere gamers het doen, want zo lijkt het heel erg. Zo van, nee, je moet dit heel goed doen en meteen perfect doen, want dan krijg je een achievement en dan pas willen we je belonen voor het spelen van het spel. Een beetje lame. Ubisoft, you have been warned. Bedankt voor het kijken. Ja, inderdaad. En drop een nieuwe stelling of een nieuw onderwerp of whatever je wil dat wij het volgende week over hebben. En natuurlijk, je bent vrij om te discussiëren over deze stelling. En hoe gaan we dit nog volhouden, deze show? Ja, precies. Want je ziet het, we gaan het echt hebben over een fles wijn die we hebben ontvangen in een reageerbuis. Dus het is een beetje op, deze show.
Jongens, ja of nee? Begonnen. We zijn net begonnen inderdaad. Aflevering 60 of zo zitten we inmiddels, maar... Cheers jongens, gaan we nog door? Gaan we niet door? Laat het ons weten. Ik denk dat we gewoon doorgaan, want we zijn koppig als wat.